Waar wij als innovatieplatform natuurlijk heel sterk voor pleiten, is gebruik deze crisis om fundamenteel te werken aan het versterken van de fundamenten van je economie. Juist nu. Oude industrieën moet je niet proberen te redden. Oude industrieën moet je helpen om zacht in te slapen. En dat is niet wat nu op een aantal plaatsen gebeurt. En de voorbeelden, en gelukkig hebben we die in Nederland nu nog niet zoveel, maar als je kijkt wat er in de automobielindustrie gebeurt, dan zie je toch automobielreuzen die al 20 jaar langzaam bezig zijn dood te gaan en die nu met veel staatssteun geholpen moeten worden. Dat gaat weer zo'n voorbeeld worden van het verkeerde soort industriebeleid. Dat helpt op de korte termijn misschien om kiezers tevreden te stellen, maar dat helpt je niet op lange termijn aan een betere structuur van je economie. Als wij echt willen dat we een kenniseconomie zijn, en dat doet niets af aan het feit dat er ontzettend veel kennis in dienstverlening en in handel ook kan zitten. Maar de harde basis van R&D, de harde basis van wetenschap, vertaalt zich toch nog altijd in de industrie. Dan zullen we als Nederland ook bereid moeten zijn, de moed moeten hebben, om een actiever industriebeleid te voeren dan we dat tot nu toe gedaan hebben. En als we dat doen, kunnen we er over een aantal jaren, wat dat betreft qua economische structuur, ook sterker voor staan. Dat is geen industrie met massa-arbeid, maar dat is een industrie met veel plaats voor goed opgeleide, hoogwaardige arbeidskrachten met een hoge toegevoegde waarde. Dat is een andere structuur dan we vandaag hebben.